Laat dat boek maar liggen. Wat is dat voor een boek? Wat is dit? Pot voor kriebelzand. Ah, mevrouw Marjolein. Het boek. Hou je oren en ogen heel goed open. Want sprookjes bestaan. En wat doe jij hier? Ik zoek een uil. Hij vliegt hier al een paar dagen rond. Kijk, daar. Uilen maken vaak nesten in oude kerktorens. Waar blijft Marjolein? Heeft ze nog niet gebeld? Nee. Je blijft toch niet de hele middag weg met een jongen die je niet kent? Moet je zien. Maar waar kan ze nou uithangen? Ze wilde mijn camera lenen. En wat dachten jullie in mijn toren te gaan doen? We zijn een uil gevolgd, meneer. Ik ken ze wel, pa. Ze zijn wel oké. Okay. Maar er was een bladzijde gescheurd. Marjolein! Marjolein! Huh? Oh ja. Kun je even openmaken? Bij de torenwachter deed niemand open. Dus geen camera. Had je dat sprookjesboek gezien? Dat wat je gisteren bij je had? Ik heb het op de zolder van mijn oma gevonden. Af en toe geeft het licht en het verdwijnt en verschijnt wanneer het maar wil. Het heeft iets met Klaas Vaak te maken. Er staat een sprookje in over Klaas Vaak. En die vliegt op een L. Oeh, wauwdoe. En die L, die heeft een blauwe cape. Ik snap het niet. Doe eens vanaf het begin. Ik heb echt een paar keer gezien dat het boek licht gaf. Verdomme! En die pagina was echt gescheurd, ik zweer het je. Kijk wat je doet! Goedemorgen. Hij was in de buurt en toen... Goedemorgen, mevrouw. Ik ben Marco. Ik ben de moeder van Marjolein. Goedemorgen. We zien elkaar wel eens bij het toernooi van Nicole. Oh. En we waren gisteren samen in de kerktoren. Wat een drukte op de vroege morgen. Ik ga wel. Koffie. Hallo? Hoi. Is deze van jou? Ja. Dankjewel. Ja, mijn vader wil liever niet dat ik in die toren kom, maar ik was benieuwd naar die uil. Hey. Nou. Goed, ik weet niet precies hoe het zit, maar jij hebt een wendelteefje verdiend. Kom. Ik ben echt heel blij dat je me gevonden hebt, man. Kom binnen. Marjolein heeft gisteren echt heel erg op de kop gehad. Mam, waar is Pieter eigenlijk? Die logeert bij oma. Hij kon maar niet wachten om naar de Brabantse bossen te gaan, alsjeblieft. Ik denk dat leidt hem een beetje af. Gaan jullie naar de Brabantse bossen? Ja. Mag ik de foto's nog even bekijken? Ja, natuurlijk. Hier zo. Wees je voorzichtig? Dank u wel. Er zijn er echt heel veel mislukt. De uil staat er ook niet op. Kijk, ze kunnen toch niet allemaal een professional zijn? Laat eens zien. Hé, hey, dat is raar. Zeg maar zwart. Had je me niet op automaat gezet? Heb je aan die grote knop gezeten? Nee? Nee, die staat goed. Ja, want die ene staat er wel op, de andere niet. Mam, mogen wij gaan? Ja, dat is goed. Omdat het vakantie is. Dank u wel. Dag. Bedankt. Tot ziens.
Volgens mij is dat hem. Nu ben ik hem weer kwijt. Het lijkt wel alsof hij ons steeds komt halen. Hoi, oma. Ah. Dit is Marco. Mooi. Dan kunnen jullie ons helpen met het experiment. Ik wilde nou eens kijken wat de perfecte kooktijd voor een ei is. Dus zijn we begonnen met 1 minuut. Hè, Piet? Mm-hmm. En dat is die. Iel, net snot. Godver. Goed. Even pauze. Want jullie zijn niet gekomen voor de eieren, denk ik. Er vliegt een uil heen en weer tussen jouw huis en ons huis. En gisteren lokte die ons mee naar de toren. En, nou ja, dat dachten we. En toen lichtte het boek weer op. En er was een bladzij gescheurd en die is nu weer heel. Met dit plaatje van Klaas Vaak. Oké. Okay. Lang, lang geleden woonde ik in een heel mooi landhuis midden in de Brabantse bossen. Dat huis was zo groot dat ik mijn 7 zussen en mijn ouders en de 2 honden makkelijk in kon kwijtraken. Jullie kennen natuurlijk het verhaal dat Klaas Vaak elke nacht fonkelend slaapzand over de kinderen strooit, zodat ze prachtig gaan dromen. Nou, die nacht kwam hij bij mij. Het was zoiets krankzinnigs. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven. Dag, Anna. Sorry. Ik ben Klaas Vaak. En hoe weet u hoe ik heet? Dat komt zo. Maar eerst... Mag ik jou feliciteren? Eens in de zoveel tijd nodig ik een kind dat in de Brabantse bossen woont uit om een vlucht te maken op de rug van Oehoe Houdoe, de filosoof onder de uilen. Ga je mee? Dan gaan we slaapzand strooien. En weet je wat we nog meer gaan doen? Ik laat je mijn zandkasteel zien. Oma, is het een droom of was het echt? Als het niet echt was, zou oma het niet vertellen. Toch? We zagen een uil met een blauwe rug. Kijk, net als in het boek. Je hebt gelijk, Pieter. Het was echt. Net zo echt als het boek. Het was echt fantastisch. We vlogen en vlogen. En toen kwamen we bij het kasteel. Wat voor kasteel? Tja, hoe moet ik dat nou vertellen? Het lag in het maanlicht en overal waren nissen en spelonken en op alle torens wapperden vlaggen. En door alle vensters scheen het licht. Waarom heet het dan het zandkasteel? Omdat het helemaal van zand was gemaakt. Allerlei soorten zand. Wit zand, zand met kleine steentjes, flonkerend zand. Zand zo fijn dat je het niet meer kon vastpakken. En zo zacht dat het aait aan je voeten. Zand, 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 het zakje vol met zand. Alle dagen samenwerken vinden we het zand. Zie zo zand, het gaat van hand tot hand. Alle kleuren, bergen vol met zand. Scheppen en hakken en mengen en zeven. Wikken en wegen, van zand dat is ons leven. Grof, fijn, rood, wit, zand in elke soort. Alleen de hoogste kwaliteit, want dat is zoals het hoort. En roept Klaas Vaak, ik heb geen zand meer hoor. Dan zingen we in koor. Zand, 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 zakken vol met zand. Alle dagen samenwerken vinden we plezant. Zie zo zand, het gaat van hand tot hand. Alle kleuren, bergen vol met zand. Kabouter Ziezo! Wil je Hanna een rondleiding geven door het kasteel? Dan ga ik even kijken hoe het met het zand zit. Kijkt u naar onze wanden. Wij gebruiken enkel het fijnste van het fijnste zand. Zie de
fauteuil. Neemt u maar eens plaats. U denkt vast, dat zit niet lekker. Zand gemengd met Brabantse schapenwol. Kijk naar onze ramen. Suikerglas. Zie onze lampen. Echte glimworden. Na 3 dagen doven ze en dan voeren wij ze met melk en honing. Hanna, ja. Wil je mij maar volgen naar het hart van het kasteel? Ga je mee? Ik zal je laten zien hoe het slaapzand gemaakt wordt. En toen liepen we door een gangetje naar een kamertje met een grote zandtafel met allemaal inktpotjes erop in allerlei kleuren. En ganzenveerpennen die je moet slijpen met een scherp mesje. En de wand was 1 grote boekenkast, helemaal gevuld met sprookjesboeken. Geschreven door Klaas Vaak. Dierensprookjes, trollensprookjes, prinsen- en prinsessensprookjes. En toen zei Klaas Vaak dat hij een verrassing voor me had. Al deze boeken die zijn nog niet af. Omdat het heel veel werk is, sprookjes schrijven. En bovendien moeten de tekenkabouter er nog plaatjes bij maken. Meestal naar voorbeeld van mijn eigen zandtekeningen. Maar dat laat ik je nog een keer zien. Goed. Ga. Kijk. Nou, hier liggen de sprookjes die wel af zijn. Goed zo. Mooi. Kijk. Goed. Ja, ik denk deze. Nee, ik denk die andere. Want als ze die heeft, dan heeft ze een klein duimpje niet. Hè? Dat staat hier niet in. En toen zag ik hem. De mooiste fluit die ik ooit gezien heb. Met een gedraaide vorm en een zandloper daarin verwerkt. En het leek wel of hij me smeekt. Pak me op, pak me op. Vloog er een vogel mee weg door een van de geopende ramen. En Klaas Vaak had helemaal niets gezien. En ik had het toen natuurlijk moeten zeggen, maar... Klaas Vaak. Ja, meisje, kijk. We zijn eruit. Hier, alsjeblieft. Je kunt er zelf in lezen. En als je later kinderen hebt, dan kun je je kinderen eruit voorlezen. En je kinderskinderen. En het eerste verhaal dat erin staat, is een avontuur van Klaas Vaak zelf. Er gaan maanden voorbij dat ik er niet aan denk. Maar soms voel ik me zo schuldig. En ik ben nog wel zo vaak op zoek gegaan naar dat kasteel. Maar nooit gevonden natuurlijk. Kijk nou eens goed. Hij staat er toch heel raar bij. Net alsof hij danst en iets in zijn handen heeft. Iets waar hij op blaast, maar de fluit is weg. Haha. Klaas Vaak probeert jou iets te vertellen.